Licht uit, pop op is de titel van de expo die vandaag gestart is in het huis van Alijn. De expo belicht naast de gekende Gentse poppentheaters Taptoe en Pierke van Alijn ook die van familie Contrijn uit Mechelen. Een familie poppentheater dat al aan zijn derde generatie toe is. Mijn grootvader vond dat theater zo bijzonder. Hij had een enorm netwerk in andere landen. Hij was daar enorm mee bezig. En mijn vader was degene die zei van, ja, maar we hebben nu dit soort van figuren al gehad. Nu wil ik het anders. Ik wil bijvoorbeeld nu iets met een dier doen. En zo heeft elk theater wel iets bijzonders te vertellen. En kom je tijdens de expo ook meer te weten over twee Gentse poppentheaters. De traditionele Pierke, Gentse Pierke, hier Pierke van Alijn, want er zijn er ook nog 6 andere. Maar dit, hier in deze tentoonstelling gaat het over Pierke van Alijn, die verbonden is aan het museum. En dan Theater Taptoe, ook een Gents gezelschap, maar die wel internationaal getoerd heeft. Hier met deze twee maak ik nog altijd producties. Wie Taptoe zegt, zegt Luc de Bruyker. Hij ziet de tentoonstelling dan ook als een mooie samenvatting van een rijk gevulde carrière. Maar het Theater Taptoe is mijn levenswerk. Ik heb het gesticht in 1968 en dan vanaf de jaren 70 professioneel beginnen uitbouwen, samen met Frik Nering. En dan nu nog zijn we altijd actief onder Taptoe's erf. Ik denk dat ik ongeveer 120 producties heb gemaakt en dat stopt voorlopig, gelukkig nog niet. Speciaal voor de voorstelling heeft Theater Taptoe ook een boek uitgebracht. Een deel van de expositie laat ook zien hoe het eraan toe gaat aan de achterkant van een poppentheater. Om de magie voor de kinderen niet te doorbreken, is dat deel misschien beter KNT. Wij zijn volledig anoniem en liefst zo blijven ook. Dat is de magie dan. Vandaar dat ik bijvoorbeeld ook niet graag kinderen achter de coulissen laat komen. Papa's en mama's willen dat dan wel een keer zien, hè, maar ik heb dat liefst niet, want dan zien ze al die poppen daar hangen. En oei, en dan is die magie weg. Maar ja, het is natuurlijk bewegen en doen en als je maar niet beschouwd. Licht uit, pop op, nog tot 26 maart in het huis van Alijn, met vanaf oktober poppentheatervoorstellingen op de zolderkamer. Het is echt de traditie van Gent, dat is het DNA, cultureel erfgoedmatig van Gent. Dus het is wel een belangrijk gegeven dat we de expo hier ook openen vanavond. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk. We zijn in van de weinige steden waar nog 7 gezelschappen met een pierke aan de slag gaan. En dat erfgoed moeten we natuurlijk naar de volgende generatie ook weten doorgeven.